got a feeling that tonight's gonna be a good, good night. If tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off. Het is gelukt. Nederland zit in de halve finale van de WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. En dat betekent dat er vanavond gevoetbald gaat worden tegen het team van Uruguay. En waar kun je er beter kijken dan op het Museumplein in Amsterdam, wat vandaag opgedoopt is in het 538 Oranjeplein. En je kunt het zien, het staat helemaal vol met supporters van het Nederlands elftal die straks om 8:30 gaan kijken hier op het grootste mobiele scherm van Europa naar de wedstrijd Nederland-Uruguay bij 538 op het Museumplein in Amsterdam. Nederland, verf je kop maar vast oranje, want we spelen vanavond in de halve finale. Hallo! Hallo! Voor wie ben je? Nou, voor de beste. Oh, mag dat Holland zijn dan? Ja, ik ben wel natuurlijk heel met oranje. Tot mijn sokken toe, dan is alles oranje. En mooie oorbellen heb je aan? Ja, zelf gemaakt. En je zou denken, de Nederlandse voetballers die zijn populair bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Heb je verstand van voetbal? Beetje. Wat gaat het worden? Ik denk 3-1 voor Nederland. Doelpunt voor Oranje. Nog even bijgepakt. Nederland heeft alleen met 2 doelpunten verschil gewonnen in de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Daarna zijn alle wedstrijden gewonnen met 1 doelpunt verschil. Maar 1 doelpunt is genoeg. En dat zie je aan het Museumplein hier in Amsterdam. Het 538 Oranjeplein. Waar iedereen nog aan het bijkomen is van die enorm spannende wedstrijd tegen het team van Uruguay. Wij gaan ons opmaken voor aanstaande zondag de finale tegen Duitsland of Spanje. En wie weet dat we elkaar zien op het Museumplein in Amsterdam.